Je geeft voorrang aan woningen aan immigranten. Nederlanders kunnen dus geen gezin beginnen. Of veel minder, veel minder makkelijk. En dus zul je zien dat de oorspronkelijk Nederlandse bevolking. die valt weg. Die wordt minder. En er komt een andere bevolking voor in de plaats. Dan weer gaat het over die ene groep. En dan weer is dat zielig. En dan weer een generaal, pardon voor dit en voor zo en, en zo. En elke keer is het 10.000, 20.000, 30.000. Maar als je het optelt. dan ben je gewoon bezig om de bevolkingssamenstelling van Europa van de westerse wereld zo dramatisch te veranderen dat onze manier van leven zal verdwijnen zal veranderen dat we hele economische stelsel sociale stelsel dat kan allemaal niet meer blijven bestaan.